Door coronazieken en de strenge quarantaineregels is het steeds moeilijker om bedrijven draaiende te houden. Ja, het draait dus allemaal om Oekraïne. Daar is het al sinds 2014 onrustig. Toen werd het strategisch gelegen schiereiland de Krim bezet door Rusland. En de angst is groot dat Rusland opnieuw zal aanvallen. Poetin heeft namelijk een enorme troepenmacht naar de grens met Oekraïne gestuurd. En dat is vanuit de lucht goed te zien. Begin oktober was deze Russische basis nog leeg. Nu staat het vol met tanks en andere wapens. De Russen zijn bang dat Oekraïne, dat vroeger bij de Sovjet-Unie hoorde, zich wil aansluiten bij de NAVO. Het militaire bondgenootschap waar al deze westerse landen lid van zijn en dat meerdere legerbases heeft in Oost-Europa. Rusland voelt zich daar enorm door bedreigd en zet het Westen onder druk. Poetin zegt Oekraïne niet aan te zullen vallen als de NAVO al zijn militaire materieel terugtrekt uit Oost-Europa en als de NAVO belooft om Oekraïne nooit lid te maken.